de FUT Champions Weekend League. Zoals je kunt zien ben ik op dit moment nog niet gekwalificeerd, maar dat is precies wat ik vandaag in deze video ga doen. Als je gewoon rang 1 wordt, maar dan moet je dus wel de beste speler ter wereld zijn, zal ik niet snel worden, krijg je 250.000 munten, een Ultimate Team of the Week pack, wat mij doet klinken als je krijgt zeker een Team of the Week in dat pack, dus er zit standaard een inform in. En ook nog eens 4 Jumbo zeldzame spelerspakketten. Nou, van je iets lager zal eindigen, krijg je nog steeds zieke prijzen. Mocht ik de top 100 halen, krijg je al 125.000 een Ultimate Team of the Week pakket en 2 100.000 packs. Ziek. Natuurlijk is dat niet helemaal realistisch, maar goud 1 lijkt mij oprecht heel realistisch. Je hebt dus 40 wedstrijden en als je goud 1 eindigt, krijg je gewoon 50.000 en 2 Jumbo zeldzame spelerspakketten. Dat is ook 200.000 packs zijn. Elite 3 geeft je dan nog zelfs 2 van die Premium Team of the Week packs en 1 zeldzaam spelerspakket en nog eens 70.000. Dus de prijzen zijn echt ziek. Die 50.000, die goud 1, dat is wel echt mijn doel. En hoger is, ja, mooi meegenomen. Je ziet voor goud 1 hoef je maar 26 van de 40 potjes te winnen. Zeg ik maar. Maar dat lijkt me prima te doen. Elite 3, waar je die Team of the Week packs krijgt met 30 overwinningen. En vanaf 36 ben je Elite 1. En alles daarboven ga je in die top 100 terechtkomen. Erg benieuwd hoe ver je kan komen. Maar eerst moet je dus plaatsen. Heb je dat nog niet gedaan? Zeg ik, zet nu je PlayStation aan of je Xbox aan en ga het doen. Je hebt niet heel veel opties. Stel het nou niet uit. Want als je jezelf niet plaatst, is dat zo super zonde. Want dan, dan mis je dit gewoon. Ik ga dit weekend gewoon die 40 potjes spelen. En je ziet ook als ik het dagelijks toernooi win, wat nu dus is, krijg ik een ticket voor de Weekend League, een goud pakket en 500 munten. Echter heb ik de eerste wedstrijd al gespeeld en met 6-3 gewonnen. Ik speelde hoogstwaarschijnlijk tegen een kijker. En laat het zo zijn dat mijn facecam is gecrashed. Dus hier even snel alleen de doelpunten. Ten allereerst even mijn tegenstander. Herken je nou dit team en heet je Duimpje FC? Kijk je deze video? Doe dan allemaal even zeker een blauw duimpje omhoog. Heel snel kom ik op 1-0 via Renato Sanchez. Het wordt ook nog 6-2 door een mooie halve volley omhaal ding van Antoine Griezmann. En vervolgens is het niemand anders dan Pablo Hernandez die er 3-0 van maakt. Het wordt ook nog 4-0 door niemand anders dan... waar was ik gebleven? Oh ja, 4-1 en 4-2. Ja, dan zat ik even fout. Het werd eerst 5-1, toen 5-2. En dan wordt het vervolgens hier 6-2. Om tot slot de 6-3 nog even om mijn oren te krijgen in de allerlaatste minuut. En nu gaan we door in de kwartfinale. Take it away. En daarom zag je wellicht al een aantal spelers. En je kon misschien een beetje van mijn team al raden. Maar hier zie je het. Griezmann in de spit. Douglas Costa daarnaast. Aan de ene kant Vela hebben we nog. Renato Sanchez. Super Beast. Met Bartra heb ik gewoon al 11 wedstrijden gespeeld. En met Boekie zelfs al 13. Die vertrouw ik gewoon. Die vind ik allebei super chill spelen. Martinez was de eerste keer. Beast, joh. We gaan naar de kwartfinale. En ik wil gewoon die Weekend League halen. Ik heb heel mijn weekend al, voor zover het nog kan, al mijn vrije tijd al gepland. Want ik wil gewoon alle 40 die games gaan spelen. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen, want je kunt hier zo zieke prijzen mee pakken. Willen jullie zien hoe ik die hele Weekend League helemaal dolkom en alles ga doen, dus net zoals nu? Dan zeker even een blauw duimpje omhoog en dan ga ik daarvoor zorgen als jullie het vet vinden. Dus daarvoor zeker even een blauw duimpje. En we komen tegen een linkerkant. Linkerkant, guys. Een BPL team en rechterkant is het een Turk 1 team. Goeiedag dames en heren, welkom bij de tweede ronde van het FUT Champions Knockout toernooi. Twee ploegen en die zullen er alles aan doen om de derde ronde te bereiken van dit toernooi. De inzet is hoog, namelijk deelname aan de FUT Champions Weekend League. Ik vind het zo mooi dat ze Evert en Jury dat in hebben laten spreken. De FUT Champions Weekend League. FUT Champions Daily Knockout. Ja, goede bal, Douglas Costa. Geen buitenspel en dan nu de verre hoek zoeken. Oh, hij schiet hem naast. Ja, Antoine, 1-0, let's go. Ta 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 ra 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 ta. Huts, huts, huts. Ja, na 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 na. 1-0, let's go. Antoine Griezmann. Wat ik dan niet snap, hè. Ze zijn dus in die studio geweest om al die nieuwe dingen in te spreken. Had Evert ook gewoon even opnieuw Antoine Griezmann laten zeggen. Nee, nog steeds Antoine Griezmann. Echt. Je weet dat iedereen hem gaat willen gebruiken puur door de celebration die je erin doet. En dan laat je niet eens even zijn naam even aanpassen. Hij was er toch in die studio voor de FUT Champions Daily Cup. FUT Champions Knockout toernooi. Sterk. Renato 2-0. Hij is zo goed, hè. Renato Sanchez, 78 rated. Heeft de stats van een 85 rated. Hij kost ook gewoon 20.000 voor een 78 rated. Het mooie, heeft high work rates. En hij is ook letterlijk overal. Opeens staat hij in de spits, maar je zult dadelijk zien. Als ik een tegenaanval krijg, staat hij daar opeens als achterste man te verdedigen. Die vent is echt overal. Nee, hij blijft hangen. Nee, wat een tyfus goal. En ook te snel, nog een half uur over. Maar
De bal bleef zo hangen. Oh, krijgt zo rood. Oi. Hernandez doet dit goed. En dan is het afgelopen. Op naar die halve finale. Wat zeg ik? Gewoon weer even een nieuwe gekocht. Want eigenlijk wil ik ook koken hebben. En niet deze Saul. Alleen kan ik die nog niet betalen. Dus als ik naar VV kom in die Weekend League, dan kan ik 3 kokers kopen. Hey. Oké, ik heb even een korte stop genomen. Tijd voor de halve finale. Ik word hier niet zo blij van. Zo tyfus veel van die sterke spelers. Een Yaya Touré en Kante. Moussa, Martial, allemaal van die dikke beesten. En dat is zo rot om tegen te voetballen, vind ik deze fut. Zo'n Umtiti ook. Kracht maakt zoveel uit. Dan kun je wel sneller zijn, maar dan beuken ze je gewoon allemaal aan de kant. Ik zie heel erg tegen deze wedstrijd op. Dat mag je best weten. Nee, ik was ook echt van zo'n Mané. Oh, hij is zo tyfus snel. Gelukkig Boerki. Ja, dit is zo kut. Je ziet het gebeuren, maar je kunt er gewoon niks tegen doen. Je ziet van een kwartier dat hij dit gaat doen. Het is niet te verdedigen. Gewoon niet te doen. Ik wilde nog corrigeren met mijn verdediger, omdat ik zag dat gat er viel. Maar dan heeft hij me al gegeven en dan is het al veel te laat. Dan kan het al niet meer eigenlijk. Ja, hij zit er gewoon in. Douglas Costa uit het niets. Oh, dit heb je even nodig in zo'n wedstrijd. Je ziet het gewoon. Hij viel echt perfect die bal. Terug naar gebalanceerd. Ja, come on. Pablo Hernandez, goal! 2-1, lekker dan! Pablo Hernandez! Ik weet niet eens of hij fucking Pablo heet, maar maakt hem niet eens uit. Hij maakt hem, en hoe? Goeie paas, je ziet dit ook gebeuren. Dit is ook niet te verdedigen. Hij neemt hem mee, hij houdt hem van hem af. Kante, kansloos. Jaagt hem niet. Oh, sorry mensen, ik ga de bus parkeren. Deze man die ik nu tegen heb is zo goed. En dit potje is zo intens. En hij kan zo goed aanvallen, hij heeft zo goede spelers dat het gewoon potdicht en... Ah, als ik dit ga winnen, grap, dan word ik helemaal gek. Dat zou zo ziek zijn. Nee! Oh, Boerki! Ah. Ja, je mag wel even juichen, maat. Alsjeblieft, laat deze niet ingaan. Zoveel sterke kopspelers heeft hij! Boerki weer! Voor de mensen die zich afvroegen waarom ik hem gebruikte. Nou, jullie hebben het gezien. Nee! Nee! Oh, weer Boerki! Oh mijn god. Boerki krijgt echt een standbeeld van me straks. Nee! Oh, op de lat. Ik ben er gewoon. Hoe kan dit, grap? Dit is dus een beetje mijn FIFA 17 verhaal tot nu toe. Wedstrijden die je niet helemaal verdient te winnen. Het is niet dat het heel onverdiend is. Je zult wel zien, hij heeft veel meer kansen gehad. Boerki heeft maar 7.8. Dit kan niet. Hoeveel reddingen had hij? 11. En hij had sowieso veel meer schoten. Maar fucking effectief met mijn kansen omgaan. Waar ik heel veel mensen op Twitter en al voorbij zie komen die juist niet met hun kansen om kunnen gaan. Heb ik wel heel effectief. En dan gewoon potje dicht houden. Het is misschien een beetje lelijk, parkeerde bus. Maar kom op, het gaat hier wel om een Weekend League ticket. En wellicht om een kans om 50k te winnen. En als ik het niet had gedaan, dadelijk win ik dit toernooi niet. Weet je wel, je moet het gewoon winnen. Dus dan maar zo. En jezus, dit was een heerlijk potje. Dit was echt een fucking intens potje. 77 team geweest. Wel een aantal goede spelers. Schneiderlin, Zuma, Klein, Harry Kane, Rashford. Ik ben benieuwd, man. Het is wel, dit team oogt slechter dan de vorige, maar dat betekent juist meestal dat het moeilijker is. Omdat, ja, hij is toch in de finale gekomen, dus hij zal wel gewoon erg goed zijn ofzo. Bruh. Oh, hij mist hem. Oh, Boerki weer. Dit was wel heel erg genaaid van die verdediger. Ik kon hem gewoon rustig pakken, stapt hij over de bal heen. Maar gelukkig is daar Boerki altijd en nu ook. Blijft altijd gevaarlijk, die corners, als hij goed is. En dan koppen. Oh, Renato. Oh. Nee, dit gaat fout. Gaat fout. Gaat goed. Ja! Goed, maak het dan! En dan Renato! Oh joh, die bal had erin gemogen. Dit was een kansje. Fuck. Fuck! Nee! Ja, zo slecht verdedigd, Rob. Kom op. Come on! Ja, het is 1-1! Saul de Ingwes! Nico West. Ja, boeit mij toen die gast heet. Het is 1-1. Assistie van Carlos Vela en hij maakt hem. Lekkere goal. Vela sterk. Goed gezien. Goede sliding. Goede goal. 1-1. Let's go. Costa voor. Keeper. Twijt. Nee, wat een redding. Oh, dat had er moeten zijn. 117e minuut. Oh, Boerki. Ja, hier heb ik heel veel geluk. Penalties. Oh mijn god. De loterij gaat bepalen of ik het Weekend League ga spelen of niet. Wow, wat deed jij nou? Deze loterij kan mijn
misschien wel 250.000 munten opleveren. Oh, verkeerde hoek. Ja, kut, hij kan ze nemen. Dat is al een groot probleem, want jullie zullen het al raden. Ik ben er niet zo heel goed in. En ik mis hem. Oh, hij duikt er voorbij. Die is goed. Ja, deze man weet hoe je ze neemt. Ah, die is goed. Ik heb hem! Oh, via Boerki op de paal. Kom aan, Renato. Dan moet jij hem ook even maken, anders wordt gek. Oké, ik ga voor de rechterhoek. En hij zit. Oh, perfect. Oh, door het midden. Oh. Hey, fuck it, links. Yes. Weer door het midden. What the hell? Waarom vorige keer had ik een keer penalty race en toen pakte hij met zijn benen door het midden. Ziet hem nou gewoon weer rechts. Pablo Hernandez. En ik mis. En ik... Een lood eruit kost mij wellicht 250.000 munten. Dat zou het extreemste geval zijn, want dat is natuurlijk niet waar, maar... Oh, fuck. Oh, nee, maat. Dit was echt wel een van de leukste dingen die ik tot nu toe heb gedaan op FIFA 17. Ook al heb ik verloren en... Ah, dit doet echt... Dit is echt kut. Shit, en ik ga nu ook opnieuw blijven proberen, want ik moet die Weekend League. Oh, gee. Waar ligt het dan aan, joh? 5-4 met pingels. Oi, 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 oi. Ja, thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. Later, mensen.